Ja, goedemorgen. Dit is Koos Make-uploos, want ik ga straks naar een fotoshoot. Dus ik heb geen make-up op. En we gaan even onze morning boost thee drinken. Just another day at the office. Nou, daar zit ik dan, klaar om naar binnen te gaan. Ik ben bij de Ernstige Zaken fotostudio. En ik ga vandaag een fotoshoot doen voor de Linda. En eens kijken of ik jullie een beetje kan meenemen tijdens deze shoot. Ik weet niet of het mag, wat de spelregels zijn. Maar we zullen het zien. We zijn nu in ieder geval in Amsterdam bij de studio. Het was makkelijk te vinden voor mij, want ik heb hier voor een bedrijf gewerkt dat hier ook naast zit. Dus ik kende de plek al. Ik heb geparkeerd en ik ga naar de studio. En als het goed is, is een vriendin van mij daar ook al. En gaan we even de kleding uitzoeken en van alles. En, nou, we zullen het zien. Oh ja, en dit ben ik dus zonder make-up. Want ik neem aan dat ik daar lekker opgemaakt word en alles. Dus dan ga ik geen moeite doen om 's ochtends ook nog eens helemaal mezelf op te maken. Dus... nou, ik ben benieuwd. Ciao. Heerlijk, hè? Dat wil ik ook. Ja, dit gaat er nog even met de camera vandoor. Zo, daar ben ik weer. Klaar met de shoot. Kijk mijn haar. Ja, het is al een beetje uitgezakt. Maar dit vind ik dus zo cool. En het lukt me dus nooit zelf om dat zo te krijgen. Meiden, hoe krijgen jullie dat zo? De fysiotherapeut heeft het net wel een beetje uitgelegd. Maar ja, dan nog is het gewoon volgens mij super moeilijk om het zelf te doen. Anyway, ik vond het super leuk. Het waren echt hele leuke, gezellige, aardige mensen. En de foto is echt heel vet, vind ik zelf. Wel een beetje gewaagd, maar wel gewoon zoals mensen mij kennen. Dus je gaat er niet heel erg van schrikken of zo. Het is echt iets wat bij de Linda past en wat bij mij past. En ja, het verhaaltje eromheen, ja, dat is gewoon een beetje gekkigheid. Maar de foto vind ik gewoon super cool en ik vond het gewoon super leuk om te doen. En we waren heel snel klaar, dus dat is ook mooi. En ik heb nog iets lekkers gekregen volgens mij. Dus dat vind ik ook wel lief. En dat ga ik straks even lekker met mijn schatje oppeuzelen. Nou, ik ga weer lekker naar huis rijden. Doei doei! Serieus? Blijft hij achter? Ja, kom maar.